voilà. En dan is het nu aan mij. Ah, de naam is al verklapt. Ik wil eentje doorschuiven. Ja. Goed. Het nieuwe project heet Safe Capital. Applausje alsjeblieft daarvoor. En onze ondertitel, onze baseline is Leef Royaal. En toen ik met mijn medewerkers daar een beetje over aan het sparren was, hè, met Peter, mijn intellectuele sparringpartner, was het van, ja, royaal in deze tijden, is dat niet een beetje arrogant? Er zijn zoveel mensen die niet rondkomen. Maar ja, we geloven nu eenmaal in positieve affirmatie. Als je vertrekt van een mindset van schaarste, hè, dan ga je alleen maar schaarste vinden. Als je vertrekt van een mindset van abundance, dan komt die naar je toe. Het is dus een frequentie die je moet vinden. Maar ja, ik heb gemakkelijk spreken. Ik heb mijn kapitaal verdiend en nu moet ik gewoon zorgen dat ik het niet kwijtraak. Maar het verhaal van Peter, ik heb ook mijn eigen verhaal. En ik ken heel veel abonnees die ook hun eigen verhaal hebben. En als er één ding is wat mijn hart heeft verwarmd de laatste weken, die niet al te gemakkelijk waren, dan zijn het de ellenlange verhalen die jullie mij toegestuurd hebben over wat macrotrends voor jullie in die 9 jaar betekend heeft. Ik heb verhalen gelezen van, ja, ik heb mijn dak kunnen vernieuwen, tot ik heb de Germaanse geneeskunde leren ontdekken, de Jungiaanse psychologie, de Oostenrijkse school, en ik ben intern rijker geworden en ik voel mij krachtiger en daardoor trek ik ook betere opportuniteiten aan. Dus royaal leven voor mij heeft te maken met niet zozeer het materiële, maar je koninkrijk. Het koninkrijk ligt binnenin, zegt Christus, om dat te gaan veroveren en eigenlijk de koning te worden van je eigen binnenwereld. En eigenlijk de beste goudmijn die je kunt vinden is de mijn, de schacht, naar je innerlijke goud, naar je eigen kerntalent. En dus dit is wat ik wil gaan doen met het nieuwe project, Safe Capital, en dat ga ik nu eventjes uitleggen. En ik begin met de theorie van Simon Sinek. Kent iemand Sinek hier? Of Sinek? Niet zo heel veel mensen. Hij zegt, start with why. Als je niet kunt zeggen waarom je iets gaat doen, dan moet je het niet doen. Je moet gewoon heel duidelijk hebben, wat wil je gaan doen? En wat ik wil gaan doen, is een eiland maken binnenin een heel chaotische wereld, waar mensen zich veilig kunnen voelen. Want veiligheid is, de theorie van Maslow verwerp ik, omdat die zegt, ja, de meest basale behoeften van de mens zijn food, shelter en weet ik veel. Maar sinds ik een interview gedaan heb met Anneke Lucas, besef ik meer dan ooit dat zich veilig voelen een voorwaarde is om te kunnen bloeien en groeien. En ik wil dus een plaats maken op het internet, maar ook in de feiten, waar mensen zich gesteund kunnen voelen door gedegen opinies, waar ze een filter hebben om de onwaarschijnlijke stroom aan informatie die niet te verwerken valt, te kunnen sorteren op meer en minder waar. Dat is mijn doel. Hoe gaan we dat doen? Wel, ik denk dat wij met macrotrends eigenlijk best wel succesvol geweest zijn in het beveiligen van ons kapitaal in de eerste plaats, maar dan ook in de hogere regionen van de investeringspyramide effectief multiples hebben gemaakt op onze investeringen. Dus never change a winning team, dat ga ik gewoon meenemen, dat doen we gewoon voort. Dus we gaan het veilig stellen, ons kapitaal, maar wat ik eraan wil toevoegen, is een droom die ik al heel lang heb. En dat is om ons kapitaal te gaan inzetten, wat mevrouw zei, op een culturele manier. En wat bedoel ik daarmee? Er is nu een graaicultuur bezig van aandelen. Zoals Wim zei, vroeger een aandeel letterlijk was een deel van de winst. En daarvoor kocht je een aandeel om van een deel van de winst te kunnen profiteren. Nu komen men aandelen om datzelfde aandeel hoger te kunnen verkopen. Dat is eigenlijk een secundaire functie. De primaire functie van een aandeel is om van een stukje van de winst te kunnen genieten. En dan heb je derivaten op het verschil. En dan heb je derivaten van de derivaten. Dan kun je gaan lenen om die derivaten te gaan kopen. Dan maak je daar een pakketje van en dan geef je dat aan de retail. En wie wint eraan? De enigen die eraan winnen zijn de banken zelf. En u weet dat ik een grote voorliefde heb voor de banken. Dus we gaan dat zelf anders doen. Ik wil een cultuuromslag. Dat is mijn doel. En we gaan ons kapitaal allemaal gebruiken, als u mij volgt tenminste. En ik denk te weten hoe we dat kunnen bereiken.
Oei. En wat gaan we doen? We gaan een netwerk organiseren in 5 lagen die corresponderen met het groeiend bewustzijnsniveau van elkeen. Ik denk dat ik mag zeggen dat in deze groep... Trouwens, eens checken wie komt voor de eerste keer. Ja, altijd 20-30% zijn nieuwe mensen, leuk. Maar ik denk dat de meesten, als je al een eind geabonneerd was op Makertrends, wel weten hoe het monetair systeem werkt, die al false flags gemakkelijk kunnen herkennen, die al een beetje rust hebben gevonden in de wetenschap dat het lichaam zelf helend is. Maar niet iedereen zit daar. Ik moet op een familiefeest niet gaan beginnen over het monetaire systeem. Mensen bekijken mij en zeggen, ja, die Brecht is toch echt wel een slimme jongen, maar ik snap er niks van. Dus je moet dat in niveaus gaan structureren. En vooral de groep die mij al langer volgt, ja, ik ga niet herbeginnen vanaf het begin met hetzelfde uitleggen, alleen maar omdat ik een nieuw blad opstart. Dus, wat gaan we doen? We gaan het structureren in niveaus. En waarom in 5 niveaus? Omdat doorheen al mijn onderzoekingen van de laatste 20 jaar, draai het of keer het, of het nu fasen zijn, of niveaus, of stappen, het getal 5 achtervolgt mij. Ik ben geboren op 5 september 1981 en ik zie alles in termen van 5. En in 2011 liever, zat ik in New York in een seminar en iemand was aan het spreken over hoe intellectuelen de macht legitimeren. En ik zag een beeld voor mij. Ik zeg, ja, eigenlijk heb je van onder gewoon de mensen die de politici volgen en die denken dat de politici heel erg slim zijn. Maar die politici zelf, die moeten hun macht legitimeren met een verhaaltje. En dat komt van de denktanks, dat komt van die intellectuelen die daarboven staan. Dus ik zag al 3 lagen. En ik dacht bij mezelf, die intellectuelen, waar halen zij dan de mosterd? Want een intellectuele, kan u zeggen, dat is geen originele persoon. Die heeft ergens een boek gelezen dat niemand gelezen heeft, die maakt daar een lezingje van en die heeft dat 100 keer. Op radio, televisie en de kranten. En dan denk je, man, wat een slimme kerel is dat. Maar die halen de mosterd natuurlijk ook van een nog hoger niveau bij de echte theoretici die er nog dieper over nadenken. En ja, dat zou je wetenschappers kunnen noemen in de sociale wetenschappen of in de natuurwetenschappen. Maar de grootste wetenschappers, zoals bijvoorbeeld Niels Bohr, Wolfgang Pauli, al de mensen van de kwantumfysica, dat zijn ook filosofen. Bijvoorbeeld, Niels Bohr is voor mij een heel inspirerend figuur, omdat hij verschillende uitspraken heeft die tegelijk grappig en waar zijn. Bijvoorbeeld, hij zei, gentlemen, we have encountered a paradox. Now we have... In het Noors dan, want ik spreek geen Noors. Now we have a chance of making progress. En normaal gezien, ja, als je een paradox tegenkomt, dan sta je daar en zeg je, wat is er? Dus hij snapte de paradoxale kant van de realiteit. Dus ik zie... En er zijn ook steeds minder mensen. Dus ik zie eigenlijk een soort structuur van culturele productie. Je hebt onder die individuen, want hoe definieer ik een individu? Een individu is iemand die voor zichzelf denkt. De meeste mensen, de meest banale gedachte is dat men origineel is. De meeste mensen vinden dat ze origineel zijn. Maar ze zijn het absoluut niet, want origineel zijn wil zeggen naar binnen gaan en jouw origine vinden, jouw kern vinden. En de meeste mensen doen dat niet. Dus dat zijn eigenlijk gewoon massa's, de massamens, waartoe men ons wil reduceren trouwens. En die volgen gewoon modus. En marketingmensen weten dat. Ongeveer 20% van de mensen denkt na voor zichzelf, 80% is massa. Wanneer ga je uit de massa als je zegt, maar hé, maar dit klopt toch niet? En je hebt nog niet alle antwoorden, je hebt nog geen autoriteit in jouw veld. En autoriteit moet je heel breed interpreteren. Ik ben slecht in computers. Ik heb een maat die noemt Lander. En als ik een probleem heb met de computers, dan bel ik naar Lander. Want Lander is mijn autoriteit voor computers. Lander heeft geen macht over mij, maar heeft wel autoriteit tegenover mij. Ik wil naar hem luisteren, omdat hij oplossingen biedt. Hij had zijn mosterd ergens anders ook, dus je hebt die gelaagdheid. Oké. Okay. Daarmee corresponderen verschillende lagen van de sociale realiteit. Op het laagste niveau heb je de economie, wat nu het hoogste niveau lijkt. Als de economie niet draait, dan is het het ergste van al. Ja, ik zeg dat ze heel goed draait nu, want de markt is helemaal aan het corrigeren wat mis is gelopen. Dat is ook een andere manier om ze te bekijken. Dan heb je de politiek die de economie wil sturen natuurlijk. Want Laswell zei, politics is about who gets what, when and how. Dus hoe gaan we die koek verdelen?
hoe waarde wordt gecreëerd, interesseert dat niet, gewoon hoe we het verdelen. Elke politieke partij, of het nu links of rechts is, wil zich legitimeren met een bepaalde ethiek. Links gaat dat doen met gelijkheid, rechts gaat dat doen met vrijheid. En zij creëren een soort, ze willen liefst van al de cultuur controleren. En ik weet niet meer wie het was, een Duitser die zei, when I hear the word culture in het Duits dan, I reach for my revolver. Want als je de cultuur domineert, domineer je het denken. En als je denken domineert, domineer je alles. Dus cultuur is het niveau waarop een mentaliteitswijziging echt kan komen. En de meeste mensen denken, ja, we gaan een politieke partij oprichten. We gaan een politieke partij oprichten en dan wordt alles anders. Ja, maar als je een beetje weet hoe het monetair systeem werkt, dan geloof je daar toch niet meer in. Of we gaan een krant oprichten. Een krant die dan de mensen beter kan informeren. Ja, maar goed, maar met wie ga je die krant bevolken? Als je journalisten geen mentaliteitswijziging hebben meegemaakt, dan ga je gewoon de next kid on the block zijn. Er zal geen echte verandering komen. Dus je moet echt de cultuur, de mentaliteit, de denkwijze van mensen gaan veranderen. En de enige manier om dat te doen, Einstein, grote bedrieger, maar heeft soms goede dingen gezegd, zei, een probleem kun je nooit oplossen op het niveau waarop het is gesteld. Dus je moet nog hoger gaan en richting religie. Ja, ga ik hier nu een hoeroe worden van een nieuwe kerk? Dat is niet mijn bedoeling. Maar religie moet wel degelijk... hoe zal ik het zeggen? Religie is wel degelijk van belang, is de volgende slide. Kun je zeggen, ja, in onze tijd gaan we nu nog beginnen over godsdienst, alsjeblieft. Maar ik weet niet of jullie mijn interview gezien hebben met Anneke Lucas. Steek eens je hand op. Maar toch de meeste. Dat interview heeft bij mij een onwaarschijnlijk proces op gang gebracht. Ik ga daar later nog over getuigen als ik eruit ben. Het is een zeer diep proces die mij geconfronteerd heeft met dingen van mij. Vier dagen later wordt Jannik neergeschoten. Nog een aantal dingen in mijn persoonlijk leven. En als jullie mij een beetje volgen, merken jullie dat ik al sinds eind oktober op sociale media niets meer zeg. En dat is omdat ik naar binnen ben aan het gaan. En dat is een moeilijk proces. Maar wat Anneke naar voren brengt... Ofwel zeg je, ze fantaseert het allemaal bij elkaar. Ofwel moet je erkennen dat de wereld wordt geregeerd door psychopaten. En dus, zolang wij dat niet erkennen, zolang dat wij dat probleem niet pinpointen, gaan we ook niks eraan kunnen doen. Dan blijven we op die lagere niveaus, politiek, media, denktanks. Nee, we moeten proberen te begrijpen wat die satanisten, want dat zijn het, proberen te bereiken. En enkel als je dat snapt, als je hun metafysica snapt, dan ga je er een eigen metafysica tegenover kunnen zetten, waar we dan ook in kunnen geloven. En dan gaan zaken beginnen veranderen, ook energetisch. Ook bij jezelf. Dus, heel simpel, wie de cultuur regeert, die regeert het denken. En de hidden hand is niet zomaar een... Er is een verborgen hand die het allemaal regelt, is niet zomaar een metafoor. Het is ook effectief hoe de massa's, die dus onbewust zijn, worden geregeerd. En hier zien we Stalin. Dit weet ik niet even wie het is. En dit is Bonaparte. Allemaal agenten van... die cultuur, die bewust en op lange termijn ons leiden naar hun beeld van hoe de wereld moet zijn. En daar moeten wij een ander beeld tegenover zetten, een echt alternatief beeld. Niet gewoon de belastingen moeten verlagen of verhogen of links of rechts. Nee, fundamenteel anders gaan denken. Want er is één zin, het is een lange zin. En als je die van buiten leert, ga je de matrix gewoon kunnen doorzien. En ik ga ze gewoon voorlezen. De duivel, ik leg straks uit wat ik daaronder versta, die wil bestaan in zijn eigen recht en verleidt centrale bankiers die deze psychotische illusie financieren via geheime genootschappen, die problemen creëren om zo legitimiteit te verschaffen aan democratisch verkozen politici, om onze natuurlijke, godgegeven rechten in te perken, zodat doodgewone, nietsvermoedende mensen herleid zouden kunnen worden tot slaven van de mammon. Als je dat elke morgen... In de
Dit is negativiteit. Maar we moeten doorheen een stuk negativiteit. En jullie zijn er eigenlijk al voorbij. Als jullie mij al een tijd volgen, heb je ook gezien hoe ik van 2013 tot 2015 heel diep in dat occulte zat. En hoe we nu naar het licht gaan. De Germaanse geneeskunde voor mij is een van de grootste ontdekkingen sinds ik de Oostenrijkse economische school heb ontdekt. Nu hebben we de Germaanse medische school en de Jungiaanse psychologische school. En er zijn nog zo'n scholen. Dus we gaan naar het licht. En ik ga dat ook in de structuur van die vijf niveaus verwerken. Maar nu eventjes, dit is de machtsstructuur. En dus terwijl de doodgewone, nietsvermoedende mensen enkel kijken op economisch niveau, hoe ga ik mijn rekeningen betalen, beseffen ze niet dat daar een hele superstructuur boven zit, die absoluut niets te maken heeft met die verkozen politici, want die worden gemaakt door de media. En die worden gecontroleerd door de media. Want als je hen samenzet met een aantal prostituees en je maakt daar foto's van, dan zijn ze chanteerbaar. Niet dat de morele integriteit van de bevolking daar nog problemen mee zou hebben, dus je moet een stapje hoger gaan. Dat doe je dat met kinderen. Daar zou de bevolking misschien wel nog problemen mee hebben. Maar het is gewoon een chantage, want de duivel kan enkel liefde, pseudoliefde krijgen door chantage. Maar goed, als je zo'n zware concept, de duivel, really man, de duivel, 2023, de duivel. Kijk, onafhankelijk van wat u denkt, ik geloof erin dat die bestaat, ik ga u zeggen hoe die bestaat, maar onafhankelijk van wat u daarover denkt, illusies zijn reëel in hun gevolgen. Als ik u een leugen vertel, en u gelooft die leugen, en u handelt op basis van die leugen, dan is de leugen nog altijd de leugen, maar de gevolgen zijn echt. En dat is hoe wij worden geprogrammeerd. Dus als de machtselite gelooft dat de duivel bestaat, zelfs al zou die niet bestaan, wat die wel doet, dan zijn wij de pineut van die illusie. En elke mens probeert de realiteit te creëren waar hij of zij in gelooft. Dus eigenlijk, de gevangenis waarin wij zitten, creëren wij zelf. Door te geloven in de metafysica die zij ons willen opspelden via het gebruik van symbolen en tekens. En ik ga in Safe Capital verschillende edities nemen om die symboliek nog eens op te frissen, zodanig dat jullie gewoon naar het nieuws kunnen kijken. En zoals Neo, in plaats van een muur te zien, die gewoon de eentjes en de nulletjes ziet naar beneden komen. Ah, dat is vals, dat is vals, dat is vals. En door de eliminatie van wat vals is, kom je tot je waarheid. En die zit van binnen. Dus ik geloof dat de duivel bestaat, niet metafysisch, niet op zich, maar als het bewustzijn van een collectief pijnlichaam. En ik verwijs daar naar Eckhart Tolle. En daar hoort een verhaal bij. Het is een verhaal van een kosmisch drama. Ik ga dat verhaal nu eventjes vertellen. Mijn definitie, maar we kunnen er later over hebben. Het is het diabolische bewustzijn, dus het bewustzijn dat geniet van leed en pijn, dat voortsproot uit het collectieve pijnlichaam dat ontstaan is toen de vader God verwierp. En wie in 2018 in Antwerpen geweest is, wie is daar geweest om de toekomst van het christendom? Toch een aantal mensen, ja, niet zoveel. Die video's staan online, kan ik je aanraden om dat nog eens te bekijken. Want dat is het verhaal dat ik nu nog eens ga brengen, maar in een kortere versie en een betere versie. Wat is het kosmische drama? In alle mythes van over de hele wereld spreekt men over een primordiale chaos. Daar begint elk kosmologisch verhaal mee. En waarom is dat? Als je God gelijkstelt, als je eventjes denkt dat God geen persoon is, wat ik ondertussen wel geloof, maar goed, als je eventjes denkt dat God gewoon oneindigheid is, ja, obviously bestaat oneindigheid niet meer. Want er zijn objecten. De meeste mensen denken dat oneindigheid in de extensie is, voorbij de laatste planeet of hemellichaam. Maar ook in de intentie, dus naar binnen toe, van het moment dat er één object is, ja, is er geen oneindigheid meer. Oneindigheid wil letterlijk zeggen dat het nergens stopt. Dat er geen grenzen met niets zijn. Grenzeloos. En van het moment dat er materie is, is er een grens. Dus er moet iets gebeurd zijn met oneindigheid. En mijn theorie is, die is uit elkaar gevallen. Niet de Big Bang van het één materieel puntje, dat is een materieel bolletje dat dan ontploft is. Dat is de officiële theorie van vandaag. Ja, eerste vraag, waar komt dat materieel bolletje dan vandaan? En als je zou zeggen een ander materieel bolletje, dan heb je het probleem verplaatst. En ik vind dat heel prettig wanneer problemen worden verplaatst, want dan moeten ze ze verplaatsen tot in de oneindigheid. Dus je komt in een oneindige regressie terecht en dat beantwoordt de vraag die je niet hebt gesteld.
Namelijk, oneindigheid is het begin van alles. Ik zeg altijd, in den beginne was er alles behalve een begin. Dus dat kosmisch drama is het uiteenvallen van God, wat ook de basis is van de kwantumfysica. Die oneindigheid is uiteengevallen in een oneindig aantal realiteiten. Dus als ik naar de frigo loop, dan loop ik niet doorheen plaats of tijd, maar dan loop ik doorheen allerlei realiteiten naar die frigo. Maar omdat het een oneindig aantal realiteiten zijn, zie ik dat niet. Dat is niet discontinu. Het is continu, dus het lijkt alsof ik in dezelfde realiteit zit. Maar al die realiteiten kruisen altijd in het nu, 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 nu. En op elk moment heb je de kans om de realiteit bij te sturen, of liever, die realiteit die jij reëler acht of liever zou wensen, naar jou toe te trekken. En dat heet manifestatie. En dat gaan we doen in de hogere niveaus, niveau 4 en niveau 5, maar daar kom ik toe. Eerst het verhaal, het kosmisch drama. Wat gebeurt er? Oneindigheid valt uit elkaar, maar blijkbaar is er een kracht geweest die onwaarschijnlijke chaos begint te ordenen. En dat noemen de christenen de logos, de ordening die steeds maar groeit, een organisch concept. En de kracht die daar het beste in slaagt, zijn we de vader gaan noemen. En de vader krijgt dan een personificatie en regeert. Die moet deterministisch zijn. Die moet zeggen, om die chaos te vermijden, moet ik straffen. En dat zie je in alle oude culturen. Mensen hebben liever een vredeheerser dan chaos. Want een vredeheerser, zelfs al is hij vreed, je weet tenminste waar je je moet aan houden. Maar totale chaos, dat kan niemand verdragen. Dus wat gebeurt er? De vader krijgt volgelingen en die zien er angstvallig op toe dat de 300 of de 613 misvot gerespecteerd worden. Dus het hele sociale leven wordt geregeerd in 613 wetten. En dat is het. En dat is het. En wij volgen de vader, want als we hem niet volgen, dan is hij vreed. Hè? De God van het Oude Testament. Wat is het drama nu? Dat die vader een zoon krijgt. We zijn eigenlijk in feite allemaal kinderen van God. Maar goed, er is één man die zo in zijn kern stond, zo liefdevol kon zijn, dat hij begreep wat er gebeurd was met God. Namelijk dat uiteenvallen. En dat dit een kosmische reis is. Zo bekijk ik dat. En niemand moet met mij akkoord gaan, maar dit geeft zin aan mijn leven. Wat gebeurt er? Ja, hij is niet zo verstandig geweest. Hij zegt, ja, ik ben God. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die kerels die in angst zitten over, ja, maar dat mogen we niet toelaten, want dat is heiligschennis en dan gaat de vader ons straffen. Dus die vermoorden die zoon, die wel de zoon is van God. Ja, ik weet niet of jullie zich kunnen inbeelden wat dat doet met een vader, dat je zoon vermoord is doordat jouw volgelingen jouw regels hebben toegepast. Ik denk dat het ego van de vader een stuk geschronken is en dat nu de moeder is, gaat zeggen, jij hebt je werk gedaan, de eerste ordening is goed, maar nu moeten we daarboven gaan, nu moeten we richting de inspiratie gaan. En dat is dus de verrijzenis van het bewustzijn dat wanneer je jouw ego kan loslaten, dat is ook een heel Jungiaans thema, dat je dan dat je ego sterft op het kruis van jouw ontgoochelingen, laat het ons zo zeggen. Of je dat nu letterlijk gelooft of symbolisch gelooft, maakt niet uit. Het brengt je tot hetzelfde inzicht. Dat je dan op een heel andere manier in het leven staat, en dat is mij overkomen in 2013, gelukkig, waardoor inspiratie het belangrijkste wordt. En inspiratie komt uit de toekomst. Determinatie van de vader komt uit het verleden. Inspiratie van de moeder, van Sophia, van de Heilige Geest, hoe je het ook maar wil noemen, komt uit de toekomst. En nog eens over die kwantumfysica, over die verschillende realiteiten. Ja, kijk, iemand die helemaal mee is met dat verhaal, dat wisten ze toen nog niet, ja, die verrijst inderdaad, die verrijst van de ene realiteit en dan reist hij terug naar onze realiteit. En dat noemen we dan verrijzenis. Maar voor de mensen van toen is dat een mirakel. En er wordt een nieuw verbond gesloten. Vanaf nu wordt vooral de moeder belangrijk, de Heilige Geest. Heb ik al gezegd. Oké. Dus dit is eigenlijk wat er gebeurd is. We gaan van complete eenheid, valt uit elkaar chaos, de vader ordent dit, en de ongelovige mens, de mens is vooral op zoek naar structuur, die volgt de vader. Dan komt er de zoon van de vader, wordt vermoord door de ongelovige. Nee, ongelovig kun je niet noemen. Ze geloven in een bepaalde deterministische godheid. Maar dan vernieuwt het geloof zich en begint men voelen naar de toekomst toe. Hoe meer je in lijn staat met jezelf, hoe meer dingen gebeuren. En Jung noemde dat synchroniciteit.
hoe meer dingen op je pad komen die exact voor jou bedoeld zijn. Als er één ding is wat ik zou willen kunnen met jullie, is dat iedereen hier van een investeerder ook richting meer zijn eigen pad gaat. Dat je je kapitaal meer inzet voor jouw essentie. En die is bij iedereen anders. De essentie is niet bij iedereen anders, is oneindigheid. Maar het pad naar die oneindigheid is apart. En dat gaan we doen op die hogere niveaus. Maar het punt is dus, wij zitten zeer hoopvol in deze tweede cyclus. Waarbij inspiratie uit de toekomst komt. En die gaan we aanboren door te transcenderen. Nou, niet doen met paddenstoelen of ayahuasca, dat is niet nodig, maar we gaan het gewoon doen. Dus, eventjes recapituleren. De vader is mannelijk en dus causaal deterministisch. Push. Push. Dat is ook de oude manier van marketing. We gaan het pushen in jouw mailbox totdat je zegt, ik ga het toch echt wel eens proberen, want nu ben ik het beu, al die mails, ik ga het eens proberen. De moeder, Sophia, de Heilige Geest, is vrouwelijk en dus teleologisch, vanuit de toekomst inspireren. Dat is pol. Je voelt je aangetrokken tot een zekere inspiratie en je weet niet juist wat het is, maar je wilt het wel eens gaan checken. In andere culturen staat het bekend als de Akasha-chronieken, maar dat is nu niet zo van belang. Het grootste is, wat is de rol van de mens? Als je dat kunt definiëren in je nieuwe cultuur die je dan wilt gaan uitrollen, ja, dan gelooft iedereen hetzelfde. En mijn geloof is dat de verdeeldheid die we nu zien, als je eens oplet wanneer mensen creatief zijn, het product van hun creatie is altijd syntropischer dan de ingrediënten. Syntropie is het omgekeerde van entropie. Entropie is, als ik een kopje koffie zet op tafel, dan wordt het automatisch kouder. Het wordt niet automatisch warmer. Entropie is de groei van wanorde. En volgens de fysica, de moderne fysica, en dus de foute fysica, of de onvolledige fysica, is entropie een natuurwet en er is niets anders dat kan counteren. De postmoderne fysica van Luigi Fantapier en zijn postmodernistische school zegt, nee, er is een countervailing force en dat is het leven zelf. Als ik bakstenen neem, planken en glas, dan bouw ik een huis. En inderdaad, de entropie zal zorgen dat huis afbrokkelt. Dat moet je onderhouden. Maar we hebben een complexere situatie dan daarvoor. Dus op een hoger niveau van complexiteit. Wel nu, als we dat op een proces van 2000 jaar zien we dat de samenleving en de realiteit steeds complexer wordt. Maar laten we dat eens op 200.000 miljoen jaar zetten. Hoe ongelooflijk complexer kan het hele universum dan niet worden? En net zoals je een net alleen maar fijner, fijner, fijnmaziger maakt, geloof ik dat we op een gegeven moment dat die fijnmazigheid terug gaat evaneren in het al. En dan begint alles gewoon opnieuw, want één kenmerk van oneindigheid is dat het niet bewust is. Men spreekt soms van oneindig bewustzijn. Ik vind dat onzin, want bewustzijn is de facto dualistisch. Er is altijd iets wat geweten wordt door datgene wat aan het weten is. Dat is de essentie van bewustzijn. Dus zelfbewustzijn zou betekenen dat er geen grens meer is tussen datgene wat bewust is en datgene waar men bewust over is. Dus in een toestand van totale oneindigheid weet God niet meer wat er allemaal gebeurd is en valt hij gewoon terug uit elkaar. Het is een uitgebreide visie. Ik verwacht niet dat jullie ze volgen vandaag, maar het is wel de visie die maakt dat ik geloof dat het mijn heilige plicht is om mensen in hun kracht te zetten, in hun creatieve kracht te zetten. En als we dat kunnen doen met een belangrijk deel van de bevolking, dan hebben we het systeem helemaal niet meer nodig. Want safe capital, dat woordje safe, men gaat er naartoe komen vanuit angst van ja, ik moet mijn kapitaal beveiligen. Nee, jongen, dat is gewoon jouw externe kapitaal. Ik mag morgen al mijn geld verliezen. Binnen het jaar heb ik 100.000 euro. Ik weet dat gewoon. Waarom? Omdat mijn interne talenten bekend zijn. Ik heb al de rubble weggehaald en ik weet waar mijn goud zit. En 80% van de mensen weet niet waar hun goud zit. Dus als je mensen in hun kracht kunt zetten, zijn ze ook niet meer bang van het systeem en kunnen ze zelfstandig leven. Goed, dit is een beetje meer theorie, maar ik ga daarover gaan, want ik ga dat uitwerken in de komende maanden. Ik heb nieuwe inzichten opgedaan over het diabolische, door dit proces mee te maken, want ik heb ook bij mezelf een schaduw ontdekt. En dat wil je natuurlijk niet zien. Je ego zegt altijd, nee, Brecht, jij bent een keurige kerel, dat weet ik veel.
Maar ik heb schaduw bij mezelf ontdekt. En ik heb daar heel veel contemplaties over gedaan, hè, met Noria, die hier ook zit. Dank je wel, Noria, om te komen. Op Jungiaanse wijze, waardoor ik tot een dieper inzicht ben gekomen, waarom doet de duivel wat hij doet? Er is toch niemand die uit zichzelf zo ambetant wil zijn? Er moet iets gebeurd zijn met die duivel. En ik ga niet zeggen, wat kan er toch gebeurd zijn met Lucifer dat zijn gedrag zo diabolisch werd? Wel, u leest het in Safe Capital. Ik ga het niet zeggen. Maar het is de essentie. Het is door met Anneke Lucas te praten en te vragen, maar hoe kan een mens erin slagen om een appelmesje te nemen en in het been van een kind te steken om het vlees eruit te halen? Je wordt geconfronteerd met zo'n ongelooflijk diep kwaad dat het gemakkelijkste is om te zeggen, ik projecteer al mijn eigen onzin daarop en dan is het een extern probleem. Het is geen extern probleem. Het is onze schaduw die wij projecteren in de wereld die maakt dat zo'n dingen mogelijk zijn. En dus een goede belegger worden heeft ook heel veel te maken met een betere mens worden. Want de mailtjes die je krijgt van nieuwe abonnees die zeggen, ja, is dit een goede belegging? En je ziet met één oogopslag dat het een fraude is. Als je getraind bent in jouw schaduw, als je niet bewust bent, er is niets dat sneller wordt gescheiden dan een gek en zijn geld. Dus goede investeringsopportuniteiten herkennen heeft ook te maken met oude schaduwen van jezelf ook herkennen, die je niet meer aan het projecteren bent, maar je ziet dat die andere mensen dat wel nog doen. En dus kun je shiften, kun je zeggen, dit gaan we niet doen, dit gaan we niet doen, dit gaan we niet doen. En dan komt er plots een diamantje voorbij, Lightwave Logic bijvoorbeeld, dan gaan we van 60 cent naar $20. Je hebt wel 7 jaar moeten wachten, maar ik denk dat de meesten hier in de zaal toch wel tevreden zijn over wat daarmee gebeurd is. Enfin. Goed, dat is allemaal theorie. Wat nu telt, is mensen in hun kracht zetten. Meer dan ooit. Vraag is hoe. Dat is het meest dodelijke woord voor socialisten. Allemaal fantastische plannen. En dan vraag je, hoe ga je dat financieren? Dit is de structuur die ik heb voorzien. En ik heb aan elk niveau een gevoel gekoppeld. Een van de moeilijkheden die ik had bij het verwerken van de dood van Jannik, en de reden dat ik vandaag zo emotioneel werd, is omdat ik dat 4 maanden onder de mat heb gestoken. Ik zei van, ja, we moeten verder. Maar plots komen we dan hier allemaal terug. En de vorige keer was hij hier nog. En bij mij is het vandaag echt binnengekomen. Die komt niet meer terug. En dat is emotie. Maar wat mij zo stoorde, is de onverschilligheid van mensen. Dat je echt afvraagt, waarom doe ik wat ik aan het doen ben? Die apathie. Maar je mag mensen dat niet kwalijk nemen, want ze zijn getraind om apathisch te zijn. Ze worden desensitized met alles wat op tv komt. Eigenlijk wat wij op een jaar zien aan toxisch materiaal, gewoon nog maar op tv, is genoeg om 3 generaties kapot te maken. Het is zo toxisch, mensen. En dus de apathie, de onverschilligheid, het lage bewustzijn. Het kan zo. Sometimes it gets to you. Hebben jullie dat ook? Ik denk niet dat ik alleen ben. Oké. Dus het eerste niveau van Safe Capital, dat wordt gewoon de mens die is passeert langs mijn website en die zegt, ja, ik ga wel eens een accountje nemen. Hè, dat is gratis. Ik krijg dan waarschijnlijk een nieuwsbrief, dan schrijf ik me terug uit. De apathie. Je moet dat erkennen. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd. The Dark Night of the Soul is geen leuk ding. Hè. Wakker worden is niet leuk. Hè. The Matrix, mijn lievelingsfilm, hè. Neo wordt wakker en de realiteit is een stuk donkerder dan in The Matrix. En een van de belangrijkste personages in The Matrix is Cypher, die het op een gegeven moment beu is en die zegt tegen Agent Smith, steek mij maar gewoon terug in de Matrix, maar zorg dat ik elke dag een sappige biefstuk heb. Maar ik ga je 1 ding zeggen. De wet van het marginaal nut maakt dat als je elke dag een sappige biefstuk hebt, dan na 2 maanden kun je geen biefstuk meer zien. Dus dat is een natuurwet. Dus uit die matrix komen kost, maar de opbrengst is veel groter. Namelijk, je kunt de wereld creëren die jij wil. En je moet niet meer meestappen in de diabolische illusie waar we nu in leven. Maar je kunt dat niet uitleggen op dat niveau. Dat interesseert hen niet. Dus wat gaan ze krijgen? Mijn 2-wekelijks edito. En ik ga ze nog veel straffer maken, zodanig dat er nog veel meer reactie komt, dat ze uit die apathie komen en een beetje angst zaaien. Ik ga dat toch doen. Ja, een beetje. Ja,
De crash komt eraan en als je niet klaar bent... Dan... Goed, wij weten, als je in je kern staat, moet je niet bang zijn. Maar goed, je moet mensen meenemen op een pad. Niveau 2 is het eerste betalende niveau. Dat zal 100... Ja, ik bedoel... je moet ze wakker maken om ze mee te nemen. Maar ja, voor wat hoort wat op dat niveau. En op dat niveau gaan we enkel spreken over het veiligstellen van je kapitaal. Zij denken dat dat is hun financiële kapitaal. Natuurlijk niet. Wij gaan werken met ons interne kapitaal, maar hun financiële kapitaal veiligstellen. En dat doen we aan de hand van edelmetalen. Goud, zilver. U weet dat wij 40% van onze vermogen aanhouden in edelmetalen. Dat is niveau 2. En we hebben een platform gemaakt. Het is eigenlijk een soort interne Facebook, maar zonder censuur. Mag zeggen wat je wil. Op niveau 1 zeker, want dat gaan we niet modereren. Maar niveau 2 gaan we wel modereren, omdat dan ben je al lid van de club. Dat is een light abonnement. Je bent nog niet full member, dat is niveau 3. En wat is niveau 3? Dat is wat ik gewoon deed bij Macrotrends. Dat was 24 pagina's financiële analyse elke 2 weken. Dat blijft gewoon, de PDF die jullie kennen, blijft. Maar we gaan het verrijken door op dat niveau het netwerk, het sociale netwerk, heeft een aparte groep voor de mensen van dat niveau. En voor alle duidelijkheid, elk hoger niveau krijgt alles van het lagere niveau. Dus je gaat alles blijven hebben, maar je gaat de kans krijgen om met andere abonnees gewoon in contact te komen, te chatten. Je kunt, kijk, je hebt een tijdlijn bijvoorbeeld, daar kun je een linkje op delen. Ja, kijk, die zegt dat goud binnenkort heel snel gaat stijgen. En dan zeg je, wat denk jij daarvan? Je kunt onder elkaar babbelen. Ik ga dat niet allemaal meer kunnen volgen natuurlijk, maar je kunt tenminste onder elkaar babbelen. Oké. Dus dat is niveau 3. De kwartaalwebinars gaan blijven, 4 kwartaalwebinars per jaar. Dus eigenlijk daar verandert er niet zoveel. Nu, hoe is de emotie geëvolueerd? De emotie was apathie. Op niveau 2 angst. Ik ga er heel wat dingen in steken over het occulte, dat iedereen zegt, wat is dit hier? En dan, nu en dan is vanuit niveau 3 een hoopvol bericht. Ah, als jullie naar niveau 3 komen, wij weten hoe je het moet doen om je kapitaal te laten groeien. Niet enkel beveiligen, maar laten groeien. We hebben een investeringstip. Je zult geduld moeten hebben, maar wij denken dat die maal 5 kan gaan op 5 jaar. En dan hoop ik natuurlijk dat mensen doorgroeien. En ik weet dat ze gaan doorgroeien en dit is een traject van jaren. Ik ben niet geïnteresseerd in een abonnementje van 1 jaar. Ik wil een groep. Ik wil een netwerk over jaren heen. En op 5 jaar tijd wil ik over alle niveaus heen, behalve dit, alle 4 niveaus heen, wil ik 5000 mensen. 5000 getrainde mensen die weten waar de klepel hangt, waarmee we dan later grote dingen kunnen doen. Niveau 4. Wat hadden wij op niveau 3? Dit. Jullie konden gewoon allemaal komen wanneer jullie wilden of niet. Maar in de 200 à 300 e-mails die ik de laatste weken heb ontvangen, waren er 2 boodschappen. 1. Brecht, we hopen dat je verder doet. Maar 2. We willen eigenlijk wel een klein beetje meer exclusiviteit. Want de nieuwe groep van mensen die binnen is gekomen, vooral na het interview met Jor Luca, ja, wij voelen dat die mensen gewoon op een ander niveau zitten. Het is ook een ander publiek. En wij zouden graag de studiedagen zoals we ze kennen, eigenlijk een klein beetje exclusiever. Ik heb erover nagedacht en ik heb beslist om de studiedagen hier te zetten, op dat niveau. Dat wil niet zeggen dat mensen van niveau 3 het niet meer zouden kunnen volgen via de livestream. Dat zal altijd kunnen. Maar we gaan dit beperken tot 300 mensen. Hier zitten 200 mensen. 300 mensen, dat wil zeggen dat niet iedereen elke keer zal kunnen komen, maar dat meestal in de praktijk is dat ook niet zo. Als we kijken in de statistieken, dan komen mensen 1 à 2 keer per jaar, dus dat kan lukken. Maar het belangrijkste is, we gaan het beperken tot 300 mensen. Waarom? Ik ben onwaarschijnlijk geïnspireerd door de film The 300. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. En wat wij gaan doen, is een cultuurkamp. En ik heb investeerders nodig die niet bevreesd zijn om hun geld te steken in iets wat misschien verlies gaat brengen op korte termijn, of tijdelijk verlies, tijdelijke afwaardering, maar die op lange termijn een groot dividend, een groot sociaal dividend gaat brengen, bijvoorbeeld in media. En ik ga met die mensen een persoonlijk pad op om samen met Peter om hen te verdiepen, meer naar hun kerntalent. En dat zal 3 jaar duren, dat traject. Op dat niveau, hè. Je kunt hier jaren zitten, maar dat niveau is 3 jaar. En na die 3 jaar ga ik de mensen selecteren waarvan ik denk, jij hebt een kerntalent dat onwaarschijnlijk belangrijk wordt in de transformatie van de samenleving.
En die neem ik mee naar niveau 5. En wat is niveau 5? Ik heb 2 jaar geleden samen met Chris een fonds opgericht. Een private privac, dat weten jullie. We hebben daar, denk ik op een paar maanden tijd, 20 miljoen voor opgehaald. Dat is nu geïnvesteerd. Wij denken dat dat serieus wat geld kan opbrengen. En ik heb als voorwaarde gesteld van die mensen die geïnvesteerd hebben, 10% van de winst die we ooit gaan hebben, ik heb dat ook gemanifesteerd, komt in orde, gaan wij steken in een stichting van openbaar nut. Die wordt niet dit jaar opgericht, ik ga die volgend jaar oprichten. Omdat ik denk dat het jaar daarna wel eens prijs zou kunnen zijn. Wat is het punt? Als jij in je kerntalent bent gekomen, dan kun je in vertrouwen, met vertrouwen in het leven staan en gaat cash gewoon naar je toe komen. Dat is gewoon zo. En dan kun je de liefde opbrengen, of je hebt ze misschien al eerder opgebracht, maar dan kun je vanuit de liefde geven. Het enige wat jou nog interesseert, als het marginaal nut van geld genoeg gezakt is, is, ik geef het weg. Ik wil charity gaan doen. Maar niet charity in de zin van, ik heb eerst de markt beduveld door mensen zoveel geld af te pakken en ik ga nu in een soort morele boekhouding mijn credits terugkopen. Nee. Werkelijke, ik haat het woord filantropie, want het gaat niet over filantropie, het gaat over de goddelijke essentie van mensen herkennen, doen groeien en beseffen dat zij de wissel zijn op de toekomst. En dat is het niveau dat ik patroons noem. En je kunt er niet voor betalen. Je zal een uitnodiging krijgen, of niet. En als je ze krijgt, dan wordt van jou verondersteld dat je een donatie doet naar eigen godsvrucht en vermogen. Maakt niet uit hoeveel extern kapitaal je hebt. We willen jou voor jouw kerntalent. En dat is hoe ik het wil organiseren. Dus we gaan van apathie, overangst, richting de hoop. De eerste keer van, ja, zou het toch kunnen in een andere wereld? Dan vertrouwen. Ja, het kan, als iedereen maar in zijn kracht komt, naar werkelijk liefde voor het leven. Dus dat is mijn concept. Arjen heeft mij gediagnosticeerd als megalomaan geconstelleerd. Zoek dat eens op degermaansgeneeskunde.nl. Dat wil zeggen dat ik 2, wat was het, eigenwaarde inbreukconflicten geleden heb in mijn leven. Eentje is ingeslagen in de linker hersenhelft, een andere is ingeslagen in de rechter hersenhelft. En dat maakt dat ik niks klein kan zien. Het is gewoon zo, maar dat geeft mij ook enorm veel energie. En ik zie het onwaarschijnlijk hard zitten om samen met jullie dit traject te gaan bewandelen. Wat gaan we doen? We gaan starten op niveau 3. Dat is wat we eerst gaan uitrollen. En daarna, nadat we dat een eindje uitgerold hebben, gaan we niveau 4 opstarten. Dan ga ik een oproep doen om mij te steunen. Ik ga ze toch nog eventjes overlopen om duidelijk te zien wat er allemaal in zit. En dan kunnen we naar de vragen gaan. Dus dat free niveau is voor de onverschilligen. Je krijgt de registratie op de website. Je krijgt het startnummer van Safe Capital. Trouwens, als jullie vandaag registreren op de website, kijk straks maar eens. Ik heb hem vanmiddag live gezet, of Rijn heeft hem live gezet. Safecapital.eu. Dan krijg je het startnummer van Safe Capital. Ik moet het wel nog schrijven, maar goed. Vrijdag komt dat in orde. En mijn 2 wekelijkse edito's. En daarin ga ik de mensen een beetje... Ja, bang maken is niet echt het woord, maar de illusies van de wereld proberen onderuit te halen. Niveau 2, de light. Dat gaat de eerste keer zijn waarop men een forumfunctie heeft. Ik zou graag een goudstudieforum ervan maken, waar mensen die goud gekocht hebben of nog moeten kopen, die elkaar daar kunnen helpen. En de bonus, ik heb een deal gemaakt met B. Izar, misschien kennen jullie hem, die het boek geschreven heeft, De Onzichtbare Macht van de Bankiers. Dat krijg je dan als je abonneert. Wie heeft dat boek al gekocht trouwens? Ik denk toch een aantal mensen. Aanrader. Alles wat ik verteld heb in Macrotrends in de laatste 9 jaar is samengevat in dat boek. Zeer goed boek. Maar dat krijg je dus gratis erbij als je je abonneert op niveau 2. En we gaan dat niveau modereren door vrijwilligers die we gaan trainen op niveau 3, die al in de hoop zitten. Die kunnen zien waar iemand zit. Ah, sukkelaar, je bent nog in de angst, maar ik ben al in de hoop. Zo. €149 per jaar. Niveau 3 blijft gewoon 365 zoals het nu is. Daar krijg je de 2-weekse pdf. Ik was aan het denken om Robert Kiyosaki dat boek te geven, Rich Dad, Poor Dad, maar hoe meer ik van hem lees, hoe meer ik zie dat hij begint over het is belangrijk om schuld aan te gaan. En ik was zo, wat zeg je hier nu? Dus ik denk dat we gaan voor Napoleon Hill, wat je daar had gezegd, Think and Grow Rich. De kwartaalwebinars. En dit is echt het actief doen groeien van het veilig gestelde kapitaal. En Peter,
is nu gedelegeerd met de taak om een nieuwe Lightwave Logic te vinden. Ik leg maar een klein beetje druk op jou. Hè. Nee, we gaan het samen doen, maar we zijn echt aan het kijken van wat kunnen we doen. We zijn heel hard aan het kijken naar de goudmijnen. Hè. Die zijn enorm depressed nu. Maar ik denk dat er daar goudmijntjes tussen zitten, letterlijk, waar we mooi mee kunnen verdienen. De loyals, die gaan naar niveau 4 en die krijgen het boek De Serviele Staat, omdat dat natuurlijk meer gaat richting de analyse van hoe zit de samenleving in elkaar. En de studiedagen zijn voortaan exclusief voorbehouden voor deze groep. Dus tegen de volgende keer dat er een studiedag is, dan zijn jullie mee op niveau 4 of je bent niet mee. Ik moet ergens een schifting maken, anders... Wat we wel gaan doen is één keer per jaar, er zijn drie activiteiten, de nieuwjaarsreceptie, de lentemeeting en de herfstmeeting. De nieuwjaarsreceptie zal altijd open zijn voor alle niveaus. Maar dat gaan we dan niet meer hier doen, dan gaan we de Kinepolis moeten afhuren. Maar we gaan er een leuk event van maken, waar 500 of 600 mensen kunnen zijn, maar ik hou meer van dit. Ik hou meer van het... Ja, kleinschalig is het ook al niet meer, maar hè, dat je echt nog met mensen kunt spreken en dat je mensen ook terugziet. Sommige mensen komen al 9 jaar... En dat wordt €777 per jaar. Waarom? Omdat daarin zit natuurlijk de 365 van de PDF, maar ook dat je met korting kunt komen naar de studiedagen. Twee van de drie kun je met korting komen. Dat is allemaal voor later. Punt is, ik wil eens tonen wat er allemaal in zit. Dat vijfde niveau is enkel op uitnodiging. En je wordt patroon van een opgerichte stichting. En wij gaan een cultuur van vrijheid en verantwoordelijkheid promoten in de financiële wereld, maar in allerlei werelden. En kan enkel op uitnodiging en na 3 jaar. Voilà. Binnen 35 dagen gaan we van start. Dus als je wil weten wat in de aanloop gebeurt, we gaan op de eerste editie verschijnt op vrijdag 3 maart. 23, sorry. Dat is nog een foutje. Dus we gaan rustig van start. Het eerste nummer kun je gratis lezen. Ja, dat lijkt alsof ik het al geschreven heb, maar ik heb nog maar 3 pagina's geschreven, want dat komt goed. Dat is het visienummer, waar ik alles uitleg wat ik nu zeg. Maar dan gaan we... We starten met niveau 3, ik heb dat al gezegd. Maar dan heb ik jullie hulp nodig. Dan wil ik echt met 300 mensen die zeggen van... Brecht, jong, ga ervoor. We gaan je steunen en we gaan samen op pad. Ik heb 300 zo'n mensen nodig. En het zal een engagement van 3 jaar zijn, dus 777 maal 3. Het is geen kleine investering, maar je weet dat het een investering is om de zaak echt grondig aan te pakken. En ik ga er nog wel dingen bij gooien. Ik moet dat nog uitwerken. Ik heb 300 medestrijders nodig. Voilà, ik heb eigenlijk alles al gezegd. Ja, voilà. Ik dank u. We hebben een half uur tijd voor vragen. Dat is ideaal. Zijn er opmerkingen of bedenkingen of... Dag Bert. Waar zit je? Hier. Ja, excuseer. Voor eerst bedankt voor deze gigantisch interessante namiddag. Graag gedaan. Ook proficiat voor het verder zetten met het nieuwe initiatief. Bijkomend een klein vraagje. In welk niveau komt dan de investeringen in private equity? Is dat 3, 4? 4. 4. Oké. Okay. We gaan met die club private equity gaan doen ook. Ik ga dat weghalen uit niveau 3. Ik kan erover schrijven in niveau 3. Maar ja, wat hebben mensen eraan als ze er toch niet kunnen aan meedoen? We gaan dat daar doen, ja. Dank je. Ik wil trouwens zeggen, er zijn natuurlijk nog heel veel mensen bij macrotrends. En dat is goed. Dus de macrotrends zoals die nu is. Maar ik ga voor ex-abonnees van macrotrends, als jullie zich abonneren 1 jaar, dus op Safe Capital, dan geef ik 1/2 jaar gratis. En het is niet de bedoeling dat jullie gaan weglopen van macrotrends. Jullie kunnen gewoon macrotrends blijven volgen via Maarten Verheijen. Maar ik zet daar 1/2 jaar naast. En ja, er zijn heel veel mensen die 2 of 3 abonnementen hebben. We hebben een enquête gedaan in 2016. Ik denk dat 30% van de mensen die geabonneerd was op macrotrends, was ook geabonneerd op slim beleggen. En ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof daar niet in. Ik ben een monopolist van mijn eigen kerntalent. En ik ga mijn markt creëren. Ik heb mijn publiek. Maarten Verheijen heeft zijn publiek, Nico Pantelis heeft zijn publiek en samen maken we die markt. Dat is hoe ik het zie. Dus er is voor mij geen tegenstelling. En iedereen is welkom. Nog? Of hebben jullie al dorst? Wat zal het zijn, denk ik? Ja? Hallo. Excuseer, ja? Ja.
Hebben jullie een bepaalde visie op artificial intelligence en al hetgeen die daar nu eigenlijk meer en meer op de proppen komt, zeg maar? Zowel sociaal als economisch. En ja, spelen jullie daarmee in op de toekomst? Of doen jullie daar iets mee? Of, Wel, het logo van Safe Capital, het is nog een klein beetje kinderachtig, want we hebben maar 2 weken gehad, is gedesigned met artificial intelligence. Dus ik moest gewoon ingeven welk logootje wil je, welke sector zit je, een aantal parameters. Het was heel mooi om te zien hoe gaandeweg, door mijn eigen input erbij te doen, er steeds betere voorstellen kwamen. Dus heel die hetze tegen artificial intelligence, als zou het iets negatiefs zijn voor de mensheid, I don't buy it. Het mooiste wat er kan gebeuren, is dat een robot op een gegeven moment zo bewust wordt dat hij existentiële problemen krijgt. Ik bedoel, wat doe ik hier? Ja, en dan hebben we een bondgenoot, want die heeft veel meer rekenkracht dan ons, maar die heeft wel hetzelfde probleem. Dus I don't feel it. Ik wil alleen iets vinden, hoe kun je daar nu goed in investeren? Dus als er ideeën zijn, op niveau 3 heb je ook een forum. We kunnen gewoon een forumpje aanmaken, investeringsideeën. En daar plug je maar erin wat je wilt pluggen. Maar zie je daar problemen in het kader van de beleggingen naar de toekomst toe? Dat de robots jullie eventueel zou kunnen... Dat gebeurt nu al. Hè. High frequency trading heeft psychologische patronen bestudeerd. Waarbij mensen, als er eens een opstootje is na een lange daling, dan zijn de eerste winstnemers daar en dan zetten ze de markt of de prijs zo dat ze dat patroontje herhalen en mensen lopen in de val. Maar gelukkig zijn wij lange termijn investeerders en dat trekken wij ons niet aan. Dus ja, die intelligence mag zo artificial zijn als ze wil. Wij zijn real people. Thanks. Nog? Geen erachter? Ja. Ja, Brecht, dank voor je mooie verhaal. Ik ben eigenlijk nog wel heel erg nieuwsgierig naar je pad wat je naar dit proces hebt af moeten leggen. Kan je daar nog wat over vertellen? Nee, het is nooit goed om te getuigen over een open wonde. Je kan enkel maar getuigen over littekens. Dat zijn de vuurtorens die kunnen zorgen dat andere mensen niet op dezelfde klippen varen. Maar ik ga daar niet over getuigen op dit moment. Maar dank voor de vraag. Bernard. Ja, het is een heel verhaal. Het moet nog wat bezinken. Ja, bij kan mij ik, toch? Kan ja. Ik, ik heb vandaag veel gehoord over de elite. Ik stel mezelf vragen, wie zijn de elite? Zijn dat bedrijven? Zijn dat personen? Wordt dat geërfd? Kan ik daar zelf lid van worden? Hoe ga jij daarmee om binnen Safe Capital? Mijn bedoeling is eigenlijk om zelf een elite te gaan maken. Niet maken, je kunt dat niet maken. Je kunt enkel een vruchtbare grond creëren en dan zien plantjes groeien. En wij moeten... Het is een rare diabolische relatie tussen de elite die ons inderdaad wil reduceren tot massa, maar ook iets in onszelf dat niet gelooft dat wij dat kunnen zijn, dat wij zelfstandig kunnen zijn. En dus projecteren we al onze schaduwen op die elite, de elite, de elite. Maar kijk eens naar onze eigen integriteit. Waar zit die? Mochten mensen een stuk integerder zijn, mochten ze veel meer integratiewerk gedaan hebben in de Jungiaanse zin, dan zou die elite niet de kans hebben om ons te misleiden. Dus het is een diabolische relatie. En ik geloof dat wij met onze groep, die kapitaal heeft, die visie heeft, die mensen heeft, dat wij gewoon een eilandje kunnen zijn dat enorme potentie heeft om zelf een elite voor te brengen, maar dan wel een elite, een organische elite, die voortkomt uit de bevolking. En dat is een proces. Ik denk dat we 5 generaties nodig hebben. Ik heb het nog niet gezegd, het gaat wel even duren. Maar er is een gezegde. Je weet dat een cultuur gezond is als mensen bomen planten waarvan ze weten dat ze er nooit zelf onder gaan zitten. Dus ik wil het begin maken met een gezonde cultuur hier. We gaan het niet meer zien in ons eigen leven. We gaan binnen onze groep leuke dingen zien, maar out there, it's the jungle, weet je wel. En daar moet je mee kunnen leven, en ik kan ermee leven. Omdat ik weet dat ik iets doe, dat we iets eraan doen. Oké, dank u. Nog? Ja, dorst. Ja, er is dorst. Ja. Een laatste vraag, en als er geen meer zijn, daar nog eentje. Ja? Ja,
Ja, goedemiddag. Mij viel meteen op 777. Ja. Ja. Opmerkzaam, dus 666 is het getal van de duivel en 777, denk ik, is het getal van God, of van geluk tenminste. Zevens brengen geluk. Nu, ik wil niet te ver gaan in de numerologie, want anders komen we bij Christine Lagarde terecht, die daar ook nogal gespecialiseerd in is. Maar ja, het is gewoon een prijs. Ja, 555 was beter geweest. Dat is ook mijn getal. Nice try, nice try. Goed mensen, en met deze wijze woorden gaan we onze dag afsluiten. En tot straks.